Vandaag komt de directrice van de Mitros naar Ondiep. Ze gaat spreken met een aantal bewoners die te maken hebben met herstructurering. En die daar niet altijd even tevreden over zijn. Mensen zitten dus 10 jaar in de rommel. In een omgeving waar gebouwd wordt. En niet het gevoel dat Mitros met ze meeleeft. Ja. Het gaat eigenlijk over communicatie, maar het gaat in de kern eigenlijk over een soort respect naar bewoners toe die huurder zijn en klant zijn van Mitros. Het blijft gewoon toch op een of andere manier niet goed gaan. Je bent de directeur van kom op, weet je. Ik vind het heel vervelend om te horen dat je dat beeld nog steeds zo hebt. Want het heeft veel aandacht en desalniettemin is het nog niet op orde. Nee. Nog niet zoals we het zouden willen. Ik vond het een ontzettend leuk gesprek. Ik vind altijd geeft het me inspiratie als ik huurders ontmoet. Omdat wij proberen als Mitros ons werk zo goed mogelijk te doen. Daarin maken we natuurlijk ook nog fouten en moeten we ook nog soms nog leren hoe we het zo goed mogelijk kunnen doen. En het gesprek met huurders helpt om inzicht te krijgen in hoe we het doen en waar we dingen beter kunnen doen. Afgepoeierd bij de klantenservice. Als je dan een klacht meldt, zeg maar, dat er die follow-up naar Mitros medewerkers, als je dan wordt doorgezet, dan gaat ook gewoon geregeld van alles in mis. Ja. Ik moet zeggen, op het moment, nu gaat het redelijk goed. Wat je dan goed ziet gaan, is eigenlijk dat respect. En dat je echt een gesprekspartner bent, zeg maar, aan tafel. In de afgelopen jaren heb ik heel vaak met bewoners gesproken. En wat wij toen hebben gezegd, we willen het nou gewoon geobjectiveerd weten. Dus vandaar die service calls. Dan krijgen we echt ongelooflijk hoge cijfers. We krijgen 8 en 9 gemiddeld. Ja. Over de aannemer, over Mitros zelf, over afspraken nakomen. Dus uit dat beeld, uit die cijfers, ontstaat een beeld van eigenlijk loopt voorstellen. Het goed. Ja, we beginnen met afspraken maken, als die er niet zijn. De praktijk leert dat het de realiteit toch wel anders werkt. Kijk, en als je naar een enquête achteraf kijkt, dan score je, zoals Mitros zei, 8,2, dan is het meeste gedoe is dan al over met een renovatie of een onderhoud. Terwijl in dat voorstuk, is mijn ervaring, daar zit gewoon de meeste chagrijn. Wat mij betreft scoren ze dan echt ruim onvoldoende. Waar ik nu al zo tegenaan loop, bijvoorbeeld over goede afspraken maken. Er is een eerste moment van opname gekomen, joh, wat markeert er nou juist? Wat moet er nu veranderd worden? Waar gaan we wat mee doen? Komt er een aannemer, dat is dan de FIOS. En er komen dingen uit van, dat moet vernieuwd worden, dat moet vernieuwd worden. En zo komt er een hele lijst. Ik heb nog niet die lijst. Het was gewoon, we kijken wel, we beginnen wel en we zien wel wat er gebeurt. Onmogelijk voor mij. Nou, wat ik hier heel erg aan over heb gehouden is dat communicatie echt een heel belangrijk onderdeel is in onze dienstverlening en hoe huurders onze dienstverlening ervaren. Dus ik neem in ieder geval mee dat we op het gebied van communicatie moeten verbeteren. Kijk, het is nog steeds willekeur, het is alleen maar een soort handjeklap van wat gaan we nou doen en hoe doen we dit. En ik ben nu zelf aan de beurt, dus ik maak het ook nu zelf mee. Dus ik zie geen verandering. Dit is al 10 jaar een issue, die communicatie. Dus hoe gaat u ervoor zorgen dat het echt beter wordt? Dat toont maar aan hoe moeilijk communicatie is. En ik denk dat we daar ook al wel een slag in hebben geslagen. En dat hoor ik ook terug vandaag aan tafel. Maar bijvoorbeeld goed vastleggen van de afspraken. Nou, dat zijn van die zaken waarvan ik denk, daar kunnen we toch heel, heel snel en makkelijk een slag in maken. Dus dat is bijvoorbeeld een van die dingen die ik op ga pakken. Wij lopen precies tegen hetzelfde op. We zijn pas begonnen. De notules zijn er gewoon niet, in ieder geval niet wat wij afgesproken hebben. Vragenlijst hebben we al gehad. En dan is het allemaal wat er staat, waar nodig. Betekent dat jullie er altijd onderuit kunnen. Dus dat betekent dat je geen beloftes maakt. We hebben bijvoorbeeld een hele discussie met voordeuren gehad. We wisten in de aanloop van het project, de voordeuren, dat er door Mitros waren er, 200 voordeuren besteld. Nou, dan krijg je dus waar nodig discussie met de aannemer. Je vindt het bewoner vervangen, terwijl hij vindt, het is nog wel goed genoeg. Het is gewoon de moed niet verliezen en zorgen dat je afspraken die je maakt gewoon, als een pitbull ze niet loslaat, zeg maar. Ik vond het een goed gesprek en ik hoop dat ze ook de beloftes nakomen. Ook voor dit pand hier, de speler. Ik bedoel, ze weten dus wel wat er mis is allemaal. Alleen laten ze er nu maar eens wat aan gaan doen. We zullen het afwachten.